Vrijdagavond heeft de heer Vincent Marshall een presentatie gehouden over crowdfunding. Speciaal voor het Surinaams MKB. Meneer Marshall, crowdfunding, een beetje een nieuw begrip in ons land. Wat houdt het precies in? Ja, crowdfunding inderdaad een heel nieuw begrip voor Suriname, maar niet voor de wereld. Want crowdfunding bestaat eigenlijk al vanaf de jaren 1800. Maar voor Suriname is het crowdfunding op dit moment de ideale tijd. Crowdfunding is niet meer dan een alternatieve vorm van financiering verkrijgen voor het midden- en kleinbedrijf. Dus u moet denken, u heeft een businessplan, u heeft een bedrijf of u wil een investering doen. Maar ja, dat lukt niet, dat gaat niet. We weten allemaal in welke economische slechte tijden Suriname zich begeeft. Dus ook voor de banken is het moeilijk om te investeren in het midden- en kleinbedrijf. Nou, dan is er een alternatief door middel van crowdfunding. Dat betekent dat crowd is eigenlijk een private investment. Dus wij zoeken investeerders in binnen- en buitenland die in hele goede projecten in Suriname willen investeren, in goede bedrijven. Het kan ook stichtingen zijn, ook goede doelen doen wij dus ook. En ja, op dit moment introduceren wij voor het midden- en kleinbedrijf, omdat die helemaal vast zit in Suriname. Het midden- en kleinbedrijf kan niet meer innoveren, ze kunnen niet meer groeien, ze kunnen geen investeringen meer doen. En de mensen die graag een eigen bedrijf willen hebben, die kunnen ook nergens terecht. Nou, en door middel van crowdfunding, wat eigenlijk, als we kijken naar Amerika, we kijken naar Nederland, daar hebben ze afgelopen half jaar van 128 miljoen gecrowd. Dat betekent dat het midden- en kleinbedrijf door middel van de crowd, dat is de privé-investeerder of de investeerder, die gelden ter beschikking stelt om toch de bedrijven te laten lopen. Ze investeren in de infrastructuur. En door middel van crowdfunding is de mogelijkheid om de economie weer te laten draaien. En ik ben er heel erg van overtuigd dat voor Suriname dit een hele goede uitkomst is om uit deze malaise en uit deze crisis te komen. Want ik zeg ook, het is nu de tijd om het samen te doen. De tijd is voorbij dat we gaan wachten wat de regering doet. De tijd is voorbij, we moeten het met z'n allen doen. Dus dat betekent de mensen die het iets breder hebben, die toch bereid zijn om de gelden die ze hebben te investeren in Suriname, in de bedrijven die dat nodig hebben. En dat noemen ze dus crowdfunding. En ja, daar zit dus dat verhaal achter de crowdfunding. Als we kijken naar Amerika, president Obama, dat is een heel goed voorbeeld, vind ik zelf. President Obama heeft zijn presidentiële campagne gefinancierd door de crowd eigenlijk, hè? De crowd. Want als je nu kijkt, ook Hillary Clinton, die roept continu op televisie, go to hillaryclinton.com. En afgelopen maand heeft zij $90 miljoen opgehaald door de crowd. En de crowd, ja, dat is een groep mensen. Ja, dat kan iedereen zijn, dat kan ik zijn, dat kan mijn buurman zijn, dat weten wij niet. Dus daaraan zie je al dat het een hele sterke instrument is om, die de maatschappij nodig heeft. U noemt het een sterk instrument. Hoe kunnen mensen in aanmerking komen? Nou, daarvoor zijn wij begonnen, hè, Suriname, crowdfunding in Suriname. We hebben een kantoor op de Nadiastraat, net een nieuw kantoor. En ik moet ook zeggen, we zijn ook blij. Het nieuwe kantoor van ons, splinternieuw, is mede mogelijk gemaakt door een crowd, door een investeerder. Die heeft er geloof in. Nou, het werkt zo. Mensen die een plan hebben, heb je een businessplan of heeft u een bedrijf, dan is er de mogelijkheid om via crowdfunding in Suriname voor Better Results, zo heet het bedrijf, is het mogelijk om bij ons een afspraak te komen maken. We hebben professionals werken in de organisatie, mensen die net als de bank zeg maar de businessplannen screenen. Er zitten accountants bij, er zitten mensen bij die verstand hebben van de business. En het voordeel ook is, zo'n investeerder die eventueel investeert in jouw bedrijf, is tevens een ambassadeur van jouw bedrijf. He, want zo'n investeerder die zegt dan binnen zijn netwerk weer, nou, ik heb in dat bedrijf heb ik geïnvesteerd. En daardoor maakt het ook dat het een soort marketingachtig concept is en ook heel goed werkt. Hebben ondertussen meerdere investeerders zich aangemeld bij jullie?
Ja, sinds wij ongeveer 2 weken hiermee zijn begonnen, hebben zich redelijk wat geïnteresseerde investeerders. En ik moet zeggen, ook heel leuk dat vanuit Suriname zelf gerenommeerde bedrijven dit initiatief ondersteunen. Gerenommeerde bedrijven hebben gezegd, dit is een goed idee, want wij moeten het met z'n allen doen. Het is eigenlijk zo, ik merk de afgelopen 2 weken, we zijn nog niet echt in de media geweest, maar we hebben al een hoop aanvragen hebben we binnen. Zowel het binnenland als het buitenland word ik op dit moment gebeld van wij wachten op een goed project. En het voordeel ook is, zeg ik, wat gaan we hiermee bereiken met crowdfunding? We gaan bereiken dat Suriname, zeg maar, bekend gaat worden in de wereld. Want als ik als investeerder in Suriname in een project wil investeren, is er geen platform. Ik weet niet waar ik moet investeren. Nou, en door middel van onze online platform, dat is www.forbetterresult.com of crowdfunding.sr, daar worden de gescreende projecten opgezet. En momenteel hebben we op de website al hele leuke projecten, waar ik zelf nog niet eens van wist dat Suriname dat heeft. Dus Suriname heeft ontzettend veel natuurlijke hulpbronnen. En al die mensen die op dit moment naar ons toe komen met leuke ideeën, met goede ideeën, nou, dat trekt nu, merken wij aan, de investeerder aan, om in Suriname, in de bedrijven, in de projecten te investeren. En u moet het ook zien, door middel van het crowdfunding, het is allemaal online, het is social media. En social media is over de hele wereld. Een investeerder in Miami, een investeerder in Nederland, in Moskou. Iedereen kan achter zijn bureau, kan nu zien wat voor prachtige projecten Suriname heeft. De tijd is ook voorbij dat wij het allemaal voor ons houden. Het komt er niet uit. En ik denk ook, en ik merk ook de aantal projecten die wij dus hebben met betrekking tot de toeristische sector. We hebben ontzettend veel bedrijven die zich op dit moment bij ons aanmelden. Als mensen naar de website gaan voor betterresult.com kunt u 1 prachtig project zien die we vanavond als, zeg maar, een soort pilotproject hebben gepresenteerd hier aan het volk. En daarin kan je al zien dat er nood is. Daarin kan je zien dat er behoefte is. Nou, en op deze manier hopen wij ons steentje bij te dragen. Samen met iedereen, dus de crowdfunding. Samen met iedereen in Suriname gaan we de schouders eronder zetten. Want wij gaan niet wachten op de regering. Wij gaan niet wachten tot er over 5 jaar iets wat geld vrijkomt. Want wij weten allemaal dat het er niet gaat komen. Dus ik roep iedereen op, ook mensen die het iets beter hebben. Gaat u naar www.forbetterresult.com. Ga een gesprek met ons aan, want er zijn hele goede projecten en solvabele projecten die gescreend zijn door geredemeerde accountants, goede bedrijven om daarin te investeren.